De jongste bank van Suriname, de Southern Commercial Bank, heeft als motto We Think Ahead. Deze bank is dit jaar de hoofdsponsor van de Temple Fair die in het kader van Chinees Nieuwjaar wordt gehouden. Het Chinees Nieuwjaar valt dit jaar op 28 januari. Volgens de directeur van de Southern Commercial Bank, Clifford Marika, heeft deze bank een speciale focus op Chinees ondernemerschap en de ontwikkeling van de goudsector. Southern Commercial Bank wil volgens hem nieuwe producten bieden aan de samenleving en een van de producten is de China Union Pay-kaart. De zogenaamde CUP-kaart die sinds 2014 in samenwerking met de Surinaamse Bank is uitgegeven. De China Union Pay-kaart is de eerste prepaid kaart die wij hebben, waarbij het niet nodig is dat je per se een bankrekening hebt bij de bank. Het is een kaart die je kan laten aanmaken en jij kan bepalen wanneer je upload, dus geld zet op je kaart en daarmee kan je dan reizen en je inkopen doen. De China Union Pay-kaart is in meer dan 40 landen van de wereld geïntroduceerd, geissued noemt men dat, en is toegankelijk in meer dan 157 landen. Dus in 157 landen kan je die China Union Pay-kaart gebruiken. In Suriname zijn er nu al meer dan 1000 CUP-kaarten uitgegeven. Chinese ondernemers zijn hun grootste klantenkring. Marika zegt dat in 2016 is geïntroduceerd dat er met de Chinese valuta, renminbi, RMB, betaald kan worden voor geïmporteerde goederen. Door de internationale financiële wereld is de RMB namelijk verklaard tot internationaal comfortabele munteenheid. Dit wil zeggen dat het een internationaal betaalmiddel is geworden. We hebben volgaande samen met de DSB, onze partner, ook de introductie gebracht in Suriname dat de Surinaamse ondernemers met SRD's inkopen kunnen doen in principe in China door renminbi's te krijgen in de plaats van hun SRD's, waardoor die druk op de US dollar ook gedeeltelijk is komen weg te vallen. Vroeger was het dat je per se met die dollar inkopen moest doen, internationaal. We hebben geïntroduceerd en we zijn er trots over dat we dat konden doen, dat Surinaamse ondernemers SRD's kunnen storten, RMB-importen kunnen doen in China. De directeur van de Southern Commercial Bank, Clifford Marika, sprak vandaag op een persconferentie van de Chinese ambassade over de Temple Fair die op 28 januari gehouden zal worden. Deze bank is nu bezig met het postsysteem, waardoor er ook met China Union Pay-kaart betalingen verricht kunnen worden.